Ook gisteravond was de wisselstrook al even afgesloten om de laatste resten van het wegdek te schrapen. Zo kan de nieuwe laag goed aan het beton hechten. Vanavond en morgen wordt de zogenoemde kunststofcoating aangebracht. Het is eigenlijk een blank bindmiddel, kunststofbindmiddel, wat bestaat uit twee componenten. Er zit wat mineraal vulstof in en daarna wordt dat op het wegdek uitgesmeerd en dan wordt het ingestrooid met steenslag. En dat is dan de finishing touch. Er kan geen normaal asfalt worden gebruikt omdat dit te zwaar is voor de constructie onder de wisselstrook. Deze extra rijbaan is ooit aangelegd als fietspad. De kunststoflaag is wel duurder dan asfalt, maar gaat ook weer langer mee. Zo'n epoxycoating of een kunststofcoating zoals wij aanbrengen, die heeft toch een levensduur van 10, 15 jaar. Dat overschrijdt de levensduur van asfalt. Als alles goed gaat, kunnen de automobilisten vanaf zondag weer zorgeloos over de Algerabrug rijden.